Het laatste uurtje ZOS Radio ingegaan op ZOS op zaterdag. De laatste gast aan tafel, Jolande van de Zee. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. EHBD. Ik heb al 20 keer gehoord van je hebt een fout gemaakt. Het is EHBO, maar dat is helemaal niet waar. Want het is wel eerste hulp. Maar niet bij ongelukken, maar bij heel wat anders. Ja, dat klopt. Het is EHBD, niet voor niks. Dat betekent, we zijn gespecialiseerd in alcohol- en drugsopvang in clubs, discotheken, buitenfeesten en dat soort dingen. Dus eigenlijk doen we vanaf pleister tot en met ook medicatie wat mensen hebben. Ze komen dus ook wel eens medicatie bij ons brengen. Denk dan aan mensen die diabetes zijn en die dan gaan stappen, want ook die gaan stappen uiteraard. Ja. En daarom is het EHBD, eerste hulp bij drugs en drank. Heb ik nou goed dat de oorsprong een beetje lag in de tijd van Gabbertje en dat soort dingen? Ja, zeker. Zeker. Al 23 jaar. Energie al begonnen. Dus ja, en die is er al niet meer. Dus dan weet je het wel. Ja. Ja. Is het een landelijke organisatie eigenlijk? EHBD? Ja, we gaan het hele land door. We zijn met een team van 12 mensen. Mm-hmm. En ik leid de mensen zelf intern op. Dat duurt 2 jaar. En dan hebben we een groep vergaard in al die jaren. En dat is een hele echte groep. Ja. We maken natuurlijk ook hoop mee en kunnen we altijd met elkaar bespreken. Dus het is heel fijn. Opleiding? En wat voor een soort opleiding moet je dan hebben? Nou, de opleiding bestaat er helemaal niet. Dat is er niet. Er zijn wel mensen die geven dan een cursusje. Maar ja, een cursusje, daar leer jij niet zoveel van. Een beetje theorie en that's it. En ja, je moet toch wel minimaal je EHBO hebben. Het liefst een beetje medische achtergrond. Ik heb zelf 3 jaar in het ziekenhuis gewerkt. Dus dat zou toch wel even een beetje welkom zijn. Ja. Wil niet zeggen dat als je medisch onderlegd bent, dat je voorrang hebt of dat je alles weet van drugs en drank. Maar het helpt wel. Ja. Dat was het vroeger natuurlijk. Je zei zelf al, die grote hal waar feesten waren, de house parties en zo. Ja. Daar deden jullie heel veel ook onderzoek, de kwaliteit van de pilletjes die rondgingen? Nee, dat doen wij niet. Dat hebben we ook nooit gedaan. Dat is ook weer iets anders. Dat is de pillentest. Mm-hmm. Die mag niet meer. Die is verboden. Okay. Dat is best dus wel een beetje alle dom. Rotzooi maar het is wel een beetje dom. Want kijk, als je dus een pilletje onderzoekt ter plekke, dan kun je ook zien dat er iets van foute stof in zou zitten. En dan gaven ze het geld terug aan diegene en dan zeiden ze, deze nemen wij in, die kun jij in ieder geval niet meer gebruiken. Nee. Dus als het fout gaat, ligt het niet aan die pil. Nee, klopt. Wat doen jullie wel als EHBD? Wat wij wel doen is veel. Wij vangen de mensen op, we praten met de mensen, nemen de medicatie in, leggen die apart. Ze kunnen terugkomen bij ons. Ze kunnen elke avond, nacht, ochtend, want denk om het duurt van 's avonds 10, 11 uur tot en met de volgende morgen 6, 7 of 8 uur. Mm-hmm. En dat draaien wij volledig. Dus we draaien volledig de hele avond, nacht en ochtend. Ja, jullie gaan nog steeds wel alle parties en partijtjes en dingen af? Elke week. Elk weekend dan hebben we feesten, nu met Koninginnedag of Koningdag moet ik zeggen, ook. Want woensdag hebben we een feest, nou en zaterdag weer. En ja, vaak 2 of 3 keer in het weekend. Ja. En dan landelijk dekkend, dan zou je zeggen je hebt heel veel mensen nodig, want dan heb je maar geen heel klein team. Ja, maar dat is dus het feit dat we EHBD zijn. We gaan dus iets verder dan EHBO. En omdat we al die jaren ervaring hebben, is dat gewoon een heel ander iets. Dus tegen 2 EHBD'ers staan 6 EHBO'ers. Hmm. Dus zo werkt het wel. Oké. En is het eigenlijk nog noodzakelijk dat jullie er zijn? Is een verschuiving? Nee, het is wel noodzakelijk. Dat is eigenlijk altijd geweest. Het gebruik van alcohol is maatschappelijk geaccepteerd, zeg maar. Ja. Iemand die een jointje rookt, nog niet helemaal. Als je een buurman hebt die een pilsje drinkt, dan denk je, nou gezellig. Ik ga daarnaast zitten, ik drink een biertje mee. Maar als er iemand een joint zit te roken, dan zeg je van, nou, dat is ook wat, die is verslaafd. Ja. Kijk, en er zijn directeuren die kunnen gewoon functioneren met allerlei andere middelen. En dat doen ze al jaren. En dat zie je niet, dat merk je niet. Je denkt alleen, goh, waar komt af en toe die bui vandaan of zo. Dat soort dingen. En cocaïne komt heel veel voor in wat hogere kringen. Waarom? Omdat het best wel duur is. En het werkt zeer kort.
Okay. Dus je hebt er meer voor nodig. Dus je betaalt heel veel en je hebt er maar heel kort plezier van? Ja, je hebt er heel kort plezier van, ja. Ik kan veel beter een grote bal marihuana kopen. Ja, in principe wel, maar ja, dan kun je niet zo functioneren, want dan krijg je slaap van, dan ben je weer een beetje duf, dus dat schiet ook niet op. Ja, eerste hulp bij drugs. Maak jij je wel eens zorgen als je ziet wat er gebruikt wordt? Ja, zorgen maak je altijd. Je hoopt dat het een goede afloop heeft altijd. En we proberen ook altijd op tijd in te sturen naar het ziekenhuis. Maar soms is er wel zoveel poliegebruik geweest. En vooral bij sommige feesten. En dan komen mensen en jongelui van buitenland. Dan denk om ze komen uit Frankrijk, Engeland. Overal komen ze vandaan naar een bepaald feest. Ja. Want dat heeft zoveel impact. En dan, ja, ze weten, het is een Eldorado natuurlijk. Ja, is dat in nog Nederland. Steeds? Ja, dat, zo, dat is nog steeds. Ja. 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 Dus ja, in principe het beleid, ja, wat moet je daarvan zeggen? Je kunt er weinig aan doen, want ze kunnen clean binnenkomen. Dan hebben ze het ingenomen en dan hebben ze niets bij zich. Ja. En zo gebeurt het ook vaak dan. Oké, ja, maar ze zoeken ook steeds andere middelen, hè? Want als je nu... bijvoorbeeld ineens de spuitjes waar je je slagroom mee kan opspuiten, die ze in een plastic zakje leeg laten lopen. Ja, dat is lachgas, maar dat is al jaren op de markt. Ja. Dat is niks nieuws. Nee. Maar wat wel gevaarlijk is, vind ik, is het GHB. Mm-hmm. Gamma-hydroxybotenzuur, dat is een vloeibaar narcosemiddel. Daar werden wij vroeger, het oude middel waar we mee onder narcose gingen, daar werden we, als we wakker van werden, werden we zo misselijk, weet je wel. Ja. Nou, dat gebruiken ze nu. En nu hebben ze weer een ander middel waar je dus ook niet meer misselijk van wordt. Het komt dus ook vaak uit de medische wereld. En dan gaan ze dat recreatief gebruiken op feesten. Maar ik moet wel vooral ook zeggen, het is ook merendeel feest en leuk dat er wat gebeurt. Dat is incidenteel. Ja. Dat zijn het gewoon, dingen. Waarom die ben jij dit eigenlijk gaan doen ooit? Bij de eerste bij drugs? Ten eerste omdat ik in het ziekenhuis heb gewerkt. Ik interesseer me in mensen, niet alleen in het lichamelijk, maar ook het psyche. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga mijn eerste hulp eens halen, dus het EHBO. Dat ben ik gaan doen. Toen ben ik, binnen een jaar heb ik 5 modules gehad. Bij het Rode Kruis ben ik verder gegaan. Daar heb ik 25 jaar bij gezeten. Mm-hmm. Vrijwilliger. Toen ben ik daar, op een gegeven moment dacht ik van, je moet er toch zelf iets voor op kunnen zetten. Nou, dat hebben we gedaan. Dat heeft een lange weg gehad, want... verenigingen en Rode Kruiser, die werken toch anders dan wij weer. Die werken in ploegen, die gaan weer naar huis. Er komt weer een andere verse ploeg. En ja, zo werken wij niet. Wij werken echt van het begin tot het einde, wat ik straks al zei. Dan zijn we gewoon aan de slag. We zijn er. En een beetje medische achtergrond is nooit weg natuurlijk. Ja, want jij bent een van de initiatiefnemers, hè, van de EHBD? Ja, het is onze stichting. Ja. Die hebben we opgezet. En dat bevalt prima. En het loopt als een speer. Want elk weekend hebben we al die jaren feesten. Ja. Hoeveel moeite heb jij moeten doen om hem op de rol te krijgen? Dat je geaccepteerd werd? Want ik denk dat mensen heel erg argwanend naar je kijken in het begin. Als jij zegt van, hallo, ik ben van de EHBD. Mag ik binnenkomen? Ja, dan denken ze, daar komt een EHBO'er die het allemaal weet en weet ik het wat. En met z'n allen en bla bla bla. En dan kom je met z'n tweeën op een feest en zeggen ze, komen die niet meer dan? Zeg ik, nee, maar we zijn EHBD. Dan leg ik het uit en dan begrijpen ze het. En in de loop der avond, nacht, ochtend, dan zien ze hoe je werkt met z'n allen, wat je doet. Wij verzorgen ook de koffie en thee. Niet alleen voor onze mensen, maar zeker voor het personeel wat werkt. Want ja, ik kan me voorstellen dat als je een hele nacht werkt, dat je ook wel trek in een bakje thee of koffie hebt. Ja. Dus dat doen we er ook bij. En dan denk je, want drugs moet eigenlijk geestverruimend zijn. En dat moet je oppeppen om een hele leuke avond te hebben. En nog meer te kunnen feesten als dat je al doet. Ja. Maar ik denk dat je ook heel veel tragische dingen meemaakt daardoor. Juist omdat het verkeerd valt of omdat het verkeerde middelen zijn. Ja, je maakt ook wel tragische dingen mee. Maar weet je, dat gebeurt overal. Er gebeuren ongelukken op straat. Er gebeuren ongelukken in het verkeer. En ook hier. En wat ik er straks al zei, het is maatschappelijk geaccepteerd. Hè, het roken, het drinken, het blowen komt er dadelijk aan. Dat gaan ze ook maatschappelijk accepteren. En een pilletje. En ja, weet je, het is meestal alleen maar recreatief. Ja. Dus kijk, er zijn sommigen blijven erin hangen. Maar dat heb je met alles. Mm-hmm. Maar over het algemeen is het gewoon leuk. Het is een feest. Ja.
Maar je kan toch ook geconfronteerd worden met mensen die erin handelen en die moedwillig verkeerde stoffen in stoppen. Dat het heel goedkoop is, maar dat het net een fatale uitwerking kan hebben. Nou, de enige die weet wat erin zit, is degene die het maakt. Dat is een feit. En de testers zijn weggehaald. En dat vinden we allemaal heel erg fout en jammer. Ja. Want wat ik straks al zei, dan kunnen ze alles eruit halen. Ze halen grote foute dingen eruit. Maar omdat het niet meer kan en niet meer mag, want dan heb je die struisvogelpolitiek. Dan zeg ik van ja, we zijn toch wel een beetje dom bezig. Ja. En dat is voor de uitgaanders best wel slecht. Ja. Heb je als EHBT'er nou ook wel eens zelf alles moeten uitproberen? Of zeg je nou dat niet? Nee, ik ben wat dat er gaat wel iemand die de controle wil houden over wat ik doe. Ja, nee, dat niet. Nee. Okay. Nee, maar het is wel gezellig met mensen die... We hebben liever mensen die een pilletje op hebben dan mensen die alcohol op hebben. Volgens mij ligt mijn telefoon gezellig ergens. Ik denk, ik top hem niet in mijn zak, dan hebben we er geen last van. Gaat die, had je hem uit moeten zetten. Ja, dat is misschien ook een optie geweest. Oké. Ja, EHBD, je werkt met vrijwilligers. Ja, zoek je mensen eigenlijk? Of, wij zoeken altijd mensen, want ook mensen op de reservebank. Dat is heel prettig. En je kunt nooit mensen genoeg hebben, maar er haken veel mensen af. Omdat het best wel zwaar is. Kijk, je gaat niet meer weg, je blijft. Kijk, je gaat niet ruilen, je gaat niet in een andere ploeg. Er komt niemand voor jou in de plaats. Dus je gaat 's avonds voor 10 weg en je komt 's morgens tussen 6, 7, 8, 9, 10 kom je thuis. Maar je komt wel om een hoop feesten. Ja, zeker. We hebben af en toe wel 2, 3 feesten op een weekend. Zijn er nog zoveel van die grote feesten? Ja, heel veel. En heel veel verschillende ook. Okay. Want we doen natuurlijk ook studentenfeesten, we doen schoolfeesten, we doen een beetje sexyfeesten. We doen eigenlijk alles. Het maakt niet uit. We doen ook bedrijfsfeesten, buitenfeesten. Tot 10.000 man. En daarbuiten, dat zijn eigenlijk, daarboven zeg maar het aantal, dat zijn dus de GGD, de EHBO, het Rode Kruis die dat aanpakt. Ja. En wij zijn voor de iets kleinere feesten. Ja. Wat is nou het gekste feest wat je hebt meegemaakt? Weeslandfeesten. Okay. Ja, die zijn leuk, gek maar leuk. Daar hou ik wel van. Ja. Okay. Dan kom je ook wel eens om een feest dat je denkt van jeetje, ik kan me er zoveel van voorgesteld worden. Is het hier een saaie boel? Dat heb je wel eens. Ja, maar dat vindt dan iedereen. Al het personeel ook, wat overal rondloopt. Barpersoneel, toiletten, garderobe, alles. Maar ja, je kunt er niks aan doen. Nee. Het feest is daar. De mensen hebben betaald en ze gaan. Ja. Ja. Blijft nog heel lang doorgaan. Wat mij aangaat, zolang er mensen zijn, blijft er gefeest worden. Zolang het, en zolang er gebruikt blijft worden, blijven jullie noodzakelijk. Ja. Ja, altijd. Maar er kan ook iemand vallen of er kan iemand gewoon niet lekker worden van het niet eten, wat ook vaak voorkomt. En ja, dan gaan ze ook nokkie. Dat zijn allemaal van die dingen. Dat gebeurt. Hoe kunnen mensen jullie benaderen als ze zeggen, we willen jou hebben om een party of we willen wat doen in die wereld? Nou, dat kan altijd via www.ehbdteam.nl. Ja. Nog iets leuks te vertellen? Nog iets wat je heel graag kwijt wil? Dat we het altijd heel gezellig hebben met elkaar. Het team onder elkaar, met de jonge lui. Want ook al zijn ze een beetje onder invloed, je kunt hele goede en leuke gesprekken met ze hebben. Okay. We kunnen van elkaar leren, want wij leren van hun, hun leren van ons. Ja, en samen sta je sterk en doe je gewoon wat je moet doen. Ook de beveiliging en toiletten en bar. Het zijn allemaal hele lieve mensen. Werken allemaal hard. En ik denk dat degene die, waar het feest is, dat die blij zijn als jullie er zijn. Ik hoop het. Ja. Wij zijn ook blij dat wij er zijn. Oké. Ik vond het leuk dat je even aan tafel wilde komen. Graag gedaan. Heel veel succes. Dank je wel. Tot de volgende keer. Dank je.